Nickelodeon Family Festival. Palingworst. Nou, ik zit nu naast Calvijn en ik ga hem nu even wat vragen stellen. YouTube of muziek? Muziekfilmpjes op YouTube. Hoi, welkom bij een nieuwe video van de serie Nickelodeon Family Festival. Dit is inmiddels alweer aflevering 7 volgens mij. Zoals jullie weten, nou ja, waarschijnlijk hebben gezien in de vorige video met Vincenzo, dat ik vandaag Nielson ga interviewen. Dus het wordt echt super leuk. Hij heeft al een paar dingetjes verklapt, zoals een nieuwe cd. Ik ga nog niet te veel vertellen, dat gaat hij straks allemaal vertellen. En in deze video komen jullie erachter wat zijn eigen favoriete liedjes van zichzelf. De Nielson staat nu op het podium. Ik ga hem straks ook nog wat vragen stellen. En ja, natuurlijk ga ik ook gewoon even lekker genieten van de muziek. Vlog. Hallo Kim. Ik heb een YouTube-kanaal en wil graag wat vragen stellen. Dat mag, vertel. Wond jij van het Nickelodeon Familie Festival? Ik vond het superleuk. Ja, echt. Dit is de eerste keer dat het natuurlijk plaatsvond. En er waren hartstikke veel mensen op afgekomen en iedereen was aan het dansen en aan het zingen. Dus volgens mij vond iedereen het een fantastische dag. En jij hebt natuurlijk net opgetreden. Wat vond jij daarvan? Ik vond het heel leuk. Het was natuurlijk een beetje regenachtig. Nu nog steeds. Dus een hoop mensen dachten, nou, misschien moet ik gaan schuilen, misschien moet ik blijven. Gelukkig bleven er toch nog een heleboel mensen staan. Dus we hebben er echt een feestje van gemaakt, zodat niemand de regen meer voelde en we gewoon lekker aan het dansen waren met z'n allen. Dat is de bedoeling, toch? Ja. En je hebt natuurlijk super veel liedjes gemaakt, maar wat is nou het favoriete liedje van jezelf die je zelf hebt gemaakt? Op dit moment is dat een liedje die nog niet uit is, want mijn album komt op uit mijn hoofd 12 oktober, in oktober in elk geval. En daar staan heel veel nieuwe liedjes op die nog niemand kent, waar natuurlijk mijn favorieten tussen zitten. Want altijd het laatste liedje wat je hebt gemaakt, dat is je favoriete liedje. Maar om je vraag toch te beantwoorden, Diamant is dan op dit moment mijn favoriet. Dankjewel. Alsjeblieft. Leuk je te ontmoeten. Dankjewel. Nou, dit was het interview en natuurlijk het optreden van Nielson. Zoals je ziet, het is iets minder weer geworden, maar hij was als laatste op het podium en hij heeft hem keihard, heeft het festival keihard afgesloten. Hij heeft het vet goed gedaan. Ook al begon het een beetje te spetteren, hij ging gewoon door. Hij was echt, ja, gewoon vet goed ook met zingen. Ik vond ook de liedjes die hij heeft gezongen vet leuk. En in de volgende video komt een hele speciaal iemand. Dat is namelijk Kai van der Voort. Zelf vond ik hem echt vet aardig. En ja, hij was ook super aardig. Ik kan eigenlijk niet meer zeggen dat hij gewoon heel erg aardig was. Ik heb hem nu 3 keer gezegd, maar ja, dat maakt niet zoveel uit. En oh ja, helemaal vergeten. Ik heb natuurlijk veel meer video's gemaakt. Hier zo op het Nickelodeon Family Festival. Ik heb onder andere een interview gehad met meisje Jamila, JJ. En natuurlijk de jongens van Stuk TV. Dus die mogen jullie ook niet missen. Dus dan moet je gewoon even de vorige video's van mij kijken. Dan missen jullie ze allemaal niet. Dus vonden jullie het nou een leuke video? Zoals altijd. Geef dan natuurlijk weer super veel zo duimpjes omhoog. Zoals altijd. Ik blijf het zeggen. Abonneer op het kanaal. Dat raakt even in de war. Maar abonneer op het kanaal. En dan klik even op het belletje die ernaast staat. Want dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik upload. En natuurlijk gewoon een leuke reactie onder de video zetten. En dan zie ik jullie natuurlijk weer in de volgende video. Doeg!